Goedemorgen. Vandaag is de dag van het gezin. Dus laten we eens kijken hoe we een gezin kunnen tekenen. En hoe we die samenstellen. Ja, tegenwoordig heb je allerlei gezinnen, allerlei soorten samenstellingen. Multiculti, twee vaders, twee moeders. Heel veel verschillende soorten gezin. Maar laten we eens kijken of we een traditioneel gezin kunnen tekenen. Traditioneel, ja, het slaat eigenlijk nergens op. Gewoon vader, moeder, jongetje en een meisje. En daarna kun je natuurlijk van allerlei variaties daarvan maken. Maar laten we eens beginnen daarmee met de basis. Doe je mee? Vandaag is de dag van het gezin. Leuk, laten we dan een gezin gaan tekenen. Nou, ik heb in mijn cursus zakelijk tekenen, leer ik de mensen al verschillende poppetjes tekenen. We hebben hier zulke poppetjes. Nou, hier zou je natuurlijk ook al een gezin weer kunnen geven zo. En als we dan zo doen, dan is het ook nog een vader en moeder en kinderen. Zo, vader, meisje, jongetje. Dus een beetje. Hoe doe je dat weergeven? Goed. Dit is dan even heel snel. Maar we kunnen het ook anders doen. We kunnen ze ook gewoon een lijfje geven. Zo. En een dingetje erop. Dan geven ze haar. Zo. Dan is dit bijvoorbeeld de moeder. Zo. En een kindje erbij. Zo, en een klein meisje. Die kunnen we staartjes geven, zo. Ik kan nog een vader erbij tekenen. Recht zo. En die geven dan inderdaad een stropdasje. Een vaderfiguur. Het slaat erg nergens op dat hij dan een stropdasje heeft natuurlijk. Maar goed. We moeten ergens een onderscheid dan maken. Het kunnen natuurlijk ook twee moeders zijn. Hè? Gezin of twee vaders. Komt tegenwoordig allemaal. En dat is ook allemaal. Zo. Daar ook nog een jongetje staan. Zo. Dan moet je even een petje op. Zo. Zou je ook nog zo op een voetbal kunnen zetten. Dat is wel erg cliché natuurlijk. Om een jongetje aan te duiden. Maar zo zou je dus een gezin kunnen uitbeelden. Of een familie. Ga je zelf mee aan de slag. Teken je eigen familie bijvoorbeeld. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.